Hoi, leuk dat je kijkt. Zoals je misschien al weet, zijn wij op vakantie geweest naar Turkije. Ik heb voor jullie elke dag mijn kleding, sieraden, make-up en schoenen gefilmd. En natuurlijk mijn kapsels. Hier heb ik een opvleg gemaakt. Aan één kant begin ik bij mijn gezicht en naar de andere kant toe gaat hij steeds een stukje lager. In beeld heb ik staan naar welke video je kunt gaan om te zien hoe dit moet. Verder draag ik een jurkje van Only. Ik draag hem niet super vaak, maar op vakantie vind ik hem heerlijk zitten. En omdat hij donker is, kan je hem leuk combineren met de gouden tas en de gouden pumps. De gouden pumps draag ik meestal als de rest van mijn outfit wat rustiger is, omdat het anders net misschien too much kan worden omdat het best wel glitterig is. Hier draag ik een moderne versie van de Grace Kelly rol. Ik heb hem niet te bol gemaakt en hem leuk wat opgeleukt met wat bloemetjes. Ook zo'n kammetje met wat glittersteentjes is hierbij erg leuk. Die steek je er gewoon in. Hier heb ik mijn haar lekker losgehouden. Ik heb het gekruld met de Max Pro Evolution Steltang. Dit is absoluut een van mijn favorieten omdat de krul heel lang blijft zitten. Ik heb de bovenkant steil gehouden en de krul alleen in de punten gedaan. Op die manier blijft je haar mooi lang en krult het niet te ver in. De jurk is absoluut een van mijn favorieten geworden. Deze heb ik gekocht op een winkel op Zuidplein, Rotterdam. Een van mijn favoriete merken van het moment is absoluut Joss Fee. Ik vind eigenlijk alles geweldig. Ik zou de hele collectie kunnen dragen. Alleen is het natuurlijk wel heel jammer als je een wat kleiner budget hebt. Ik raad jullie dan ook absoluut aan de site in de gaten te houden. Op het moment dat er sale is, zijn de producten voor 30% en soms zelfs voor 50% korting te koop. Zo heb ik ook dit shirtje in de uitverkoop gekocht voor de helft van de prijs. Hier draag ik het outfit die jullie net al zagen, alleen heb ik mijn haar net wat anders gedaan. Ik vond het nu fijn om het uit mijn gezicht te dragen, dus ik heb de bovenste plukken gedraaid en vastgezet met schuifspelden. Wel veel lak nodig. Ook hier heb ik ervoor gekozen om alleen de onderkant van mijn haar te krullen om het lekker lang te houden. Ik heb aan één kant een watervalvleg gemaakt en die leuk weer wat opgeleukt met wat bloemetjes van Zenner. Op die manier heb je net even een wat zomerser effect. Ik zou bijna willen zeggen een beetje hippie-achtig Ibiza effect. Maar dit vind ik wel erg leuk omdat het haar dan wat meer uit je gezicht is. Ik ga mezelf anders enorm ergeren en dan zit het binnen een mum van tijd achter mijn oren. Hier eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Ik heb het weer opgeleukt met de bloemetjes. Ik heb alleen nu een klein invlegje gemaakt. Ook weer vastgestoken met een schuifspeldje achter mijn oor, zodat je de spelden niet ziet zitten. Ik draag hier de lipstift van MAC, de Candy Yum Yum. En ik moet zeggen dat het absoluut een van mijn favorieten is geworden. Maar wat ik wel vind, omdat hij zo fel is, moet je hem wel bij tijds kunnen bijwerken. Daarom zal ik het voor het werk niet snel gebruiken, omdat hij natuurlijk wel afslijt. En dan moet je af en toe even bijstiften. Het leuke aan dit jurkje vond ik de lengte. Hij is namelijk net voorbij de knie. Dat maakt hem net even wat specialer dan een korte of een lange jurk. In mijn video Schuine opvlecht zie je hoe ik dit voor elkaar heb gekregen. Ik heb nu alleen de vlecht ook nog eens opgedraaid om een soort opsteekkapsel te krijgen. Volgende week een hele leuke tutorial en een winactie.
Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Vrijdag om 7 uur een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doeg!